een 6 meter put zonder menselijke factor. En wat bedoel ik daarmee? Ik heb hier een situatie van 6 meter. Ga ervan uit dat de bal vanuit deze positie zou moeten vertrekken. Maar ik ga nu die ballen laten vertrekken met steeds dezelfde richting. Steeds dezelfde snelheid. En dan zullen we eens kijken of elke bal door die hole rolt. Kijk, en we zagen net al dat die eerste bal wel door de hole rolde. Maar geen van die andere ballen. Hoe kan dat nou? Want die bal die vertrekt toch wel steeds dezelfde snelheid. En uiteindelijk drukt de green hem weg. En wat we hier heel mooi terugzien in dit patroon, kun je wel zeggen, is dat de lengtecontrole veelal gelijk is. Alleen de breedte, links-rechts afwijking, die varieert. Die varieert misschien wel 5 holes, een halve meter. En dat heeft alles te maken met de gesteldheid van de green, wellicht met de rondheid van de bal. Dus het eindresultaat van jouw put, dat kun je niet controleren, dat kun je niet beïnvloeden. Controleer daarmee wat je wel kunt beïnvloeden en dat is je eigen handelen voordat je die put gaat slaan. Buiten op de green gebruik ik heel graag deze opstelling. In dit geval heb ik even een ghost hole gekozen. Ik pak zo'n elevated aiming line en daarmee controleer ik, staat mijn putter goed gericht op het doel? Staat mijn voetlijn, mijn schouderlijn parallel? En zodra ik die put ga spelen, rolt dan die bal mooi door die hole. En waar je dan elke keer mee bezig moet zijn, je legt die bal terug, stap weer opnieuw in. Putter gericht op het doel, voetlijn, schouderlijn parallel, kijk naar dat doel, kijk naar de bal, put. En weer. Balletje neerleggen. Stap uit. En dit zie je die toerspelers ook steeds doen. Putter op het doel. Voetlijn parallel, schouderlijn parallel. Kijk naar dat doel. Kijk terug. Put. En blijf je dit herhalen, conditioneer je dit. Zul je ook onder druk hier niet over na hoeven denken. En als vanzelf, putter op het doel. Voetlijn parallel, schouderlijn parallel. Naar het doel. Terug. Put. En als dat gebeurt in dezelfde tijd, dat spierstelsel ontspant en je gaat dan je best mogelijke put slaan. Ja, en dan valt hij of dan valt hij niet. Dat heb je niet in de hand. Wat je ongetwijfeld al weet is dat ik enorm fan ben van competitieve oefeningen. En natuurlijk train je technisch, je automatiseert je techniek, je conditioneert dat onder elke omstandigheid goed verloopt. Maar bouw er meteen een spelelement in, een wedstrijdelement. Nou, ik laat deze opstelling staan. En wat ik nu heb, is deze bal ligt wederom op 6 meter van die ghost hole. En nu ga ik stacken, stapelen. Bal 1 eindigt hier, 2 hier, 3 daar, met diezelfde routine. En trouwens, ik hoop dat ze zo mooi gaan eindigen. Dan gaan we. Putter op het doel, voetlijn parallel, schouderlijn parallel, put 1 tot bij de hole. Dit wordt spannend. Volgende. Stap ik weer in. Putter op het doel, voetlijn, schouderlijn parallel, laatste blik op het doel. En deze bal moet korter eindigen dan die eerste. En nou ga ik ervoor zorgen dat deze 7 ballen, putter op het doel, voetlijn, schouderlijn parallel, kijk naar het doel terug. Dat deze 7 ballen allemaal in de lengte van het touw liggen, zonder een bal te passeren en zonder voor dit stokje te eindigen. Nou, dan wordt het wel heel uitdagend voor die 4 ballen. Putter op het doel, voetlijn, schouderlijn parallel, kijk naar het doel. En die is nog, die is nog goed. Dit zal de laatste worden. Putter op het doel, voetlijn, schouderlijn parallel, kijk naar het doel, terug. Oh ja, die is perfect. Die tel ik. Die regel spreken we nu af. Als deze bal die bal raakt, ligt hij er nog binnen. Een beetje de regels naar mijn hand zetten, dan is hij goed. Putter op het doel, voetlijn, schouderlijn parallel. Ik kijk naar het doel, kijk terug, put. Af. Je hoort ook, ik spreek het hardop uit. En daarmee conditioneer ik dat handelen. Daarmee bereik ik dat ik steeds hetzelfde doe. En dat is de doelstelling van deze training. Controleer wat je kunt controleren. Het oplijnen van die putter. Het neerzetten van het lichaam. Kijken naar het doel om dat brein die informatie te geven. Waar is het doel? En dan voer je je best mogelijke put uit. Ja, dan valt hij of dan valt hij niet.
Je kunt outdoor trainen, maar je kunt dit ook prima indoor trainen. Daarvoor heb je een puttingmat nodig. Maar dankzij zo'n puttingmat is alles lineair, rechthoekig en mooi te controleren. Putterkop op het doel, voetlijn, schouderlijn parallel, laatste blik op het doel en put. Perfect. Volgende ook weer. Stap wel altijd even uit. Putter op het doel, voetlijn, schouderlijn parallel, laatste blik op het doel, put. Het mooie van het trainen van de routine, het is jouw vangnet in situaties waarin het spannend wordt. Vaak schieten die gedachten naar allerlei, ja, noemen negatieve dingen. Maar je wil niet met negatieve dingen bezig zijn. Je wil heel doelgericht bezig zijn met zaken die relevant zijn. Zaken die relevant zijn, putter op het doel, voetlijn, schouderlijn parallel, laatste blik op het doel, omdat je dan eigenlijk die afstand opzuigt. En vervolgens stuurt jouw brein, jouw onderbewustzijn aan tot de juiste put, gericht naar het doel. Dus onderschat het trainen van die routine niet. En als je daarmee bereikt dat je je best mogelijke put speelt, ja, dan valt hij of dan valt hij niet. Dat heb je niet in de hand. En de mindset, als jij bezig bent met het uitholen, kijk, stel nou, ik wil die bal per se in die achterste hol hebben. Natuurlijk wil je dat. Maar je bent alleen maar bezig met holen, holen, holen. En er gebeurt dit, je mist hem rechts. Dan is het fout. Want het resultaat wat je kunt halen is goed of fout. En als het te vaak fout is, en je gaat natuurlijk puts missen in een ronde, dan stijgen die cortisolwaarden en dan word je alleen maar van dit. Als jij als doelstelling hebt van putter op het doel, voetlijn, schouderlijn parallel, blik op het doel en ik put, yes, perfecte puttingstrook. Ja, dan valt hij. Of dan valt hij niet. Maar je hebt in ieder geval alles gedaan wat binnen jou kunnen lag om die bal uit te holen. En we hebben buiten daar straks met die test al gezien dat je het niet in de hand hebt dat die perfect geslagen bal in de hol eindigt. Nou, ga dit maar eens conditioneren gedurende de winter. Dan kom jij enorm sterk op de green in 2025.